Hallo, ik ben Sabrina. Ik woon hier al 30 jaar. En ik heb echt wel last van de buren. Met stampen, met overlast tot 12, 1 uur 's nachts. Ik word er gek van. Dat is hier mijn mooie huis. Ik woon hier 7 jaar met mijn gezin. Ik heb 3 kinderen. Ik vind mijn huis helemaal mooi. Ik heb alles zelf hier gebouwd. Maar heb ik alleen één probleem. Onder boervrouw klacht altijd tegen ons. Ik word helemaal gek van. Het zijn 3 kinderen. Die lopen van daar naar daar, van daar naar daar. Rotburen! Ik hou rekenen. Alle huis met tapijten ingericht. Wij lopen binnen de thuis zonder schoenen om geen geluid te krijgen. Maar het geluid staat op haar hoofd zeker. Die is het probleem. Ik wil rust hebben. Ik wil niet die herrie hebben. Ik wil eens een keertje fatsoenlijk slapen gaan. Iedere avond hetzelfde. Het is al 11 uur. Mijn boervrouw heeft altijd de klachten dat mijn kinderen net in oor lawaai maken. Dat staat niet. Ze zijn altijd om 9 uur op bed. Zij moet echt stoppen. Ik word helemaal gek van haar. Godverdomme nog. Dit heeft een heel groot impact op mij. Tot hier. Niet tot hier. Tot hier. Tot hier. Ik ga het in mijn hoofd zetten. Dit is toch wel een van de meest bizarre zaken uit de geschiedenis van dit programma. En dat komt natuurlijk onder andere omdat we te maken hebben met 2 totale tegenpolen. Het is allemaal begonnen bij die webcamseks. Toen Mohammed en zijn vrouw erachter kwamen dat Sabrina zich daarmee bezighield, hebben ze eigenlijk onmiddellijk de relatie verbroken. Want daar wilden ze niets mee te maken hebben. En vanaf dat moment is eigenlijk alle ellende begonnen. Toen zouden met soep of tomatensaus gegooid zijn. Toen zouden met messen gezwaaid zijn. En laten we niet vergeten dat Sabrina ook nog heel veel geluidsoverlast heeft. Daarom ben ik heel blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft uiteraard onze vaste geluidsdeskundige uitgenodigd. Ik heb met beide partijen afgesproken voor de flat. Sabrina staat al klaar. Hartstikke goed. Waar is je zoon? Die is even tabak halen hier in Duitsland. Dat is belangrijker dan zijn moeder. Nee, echt niet. Mohammed, kom hier erbij. Groeten we elkaar nog? Nee, echt niet. Ik kan gewoon hand geven. Dat is haar keuze. Het is volgens mij misgegaan bij die webcamseks. Ja, dat was eerst een fout. Dan hebben we die relatie stopgezet. Ik doe dat, ik betaal mijn belasting. Hun werken, ik werk. Oh, daar ben je. Maar ik heb wel het idee dat het vanaf dat moment van kwaad tot erger is gegaan. Nee, is niet waar. Nou, laten we de incidenten maar eens langslopen. De soep. De soep. Jij zegt het was een hele ketel. Ja. Jij zegt het was een glaasje. Hé, hey, was het dan niet thuis? Dan kan die toch niet meepraten? Nou, zijn vrouw zegt het was een glaasje. Oh, zo doe. Op diezelfde moment. Kom even aan de buitenkant staan. Waarom heb je mijn zoon water van oud jouw wc? Heb ik gedaan, ja. Als hij tegen mij kankerhoor zegt. Hij zegt niet. Kankerhoor zegt hij tegen mij. Vieze oude, ga verhuizen. Ik heb gewend alle verhalen van haar. Elke dag een nieuwe verhaal komt op haar hoofd. En zij gaat tegen mij zeker vertellen. Er is ook nog gezwaaid met messen, zeg jij. Zijn vrouw. Drie keer, hè? Ja, en jij lag te slapen. En als zij is aan het slapen... Muziek, komt je vrouw naar onder, doet zo. Aan de balkon. Kom maar, kom maar. Zij heeft tegen jou gezegd, kom maar. Ja. Jij zegt, Mohammed, dat is niet waar. Weet je dat zeker? Mijn vrouw doet dat niet. Dat zeg ik weer dan lief. Het is gewoon een fucking lief. Ik kreeg me dan niet zo op, maar ik word wel boos. Weet je, op een gegeven moment denk je, altijd liegen, waar. Alles wat is, wat ik zeg, is gelogen. Welkom, we zijn hier in Heerlen. En aan de orde is de zaak tussen mevrouw Sabrina Sulman, bijgestaan door haar zoon Marcel, en Mohammed Alati, ook medens namens zijn vrouw Rasha en de kinderen natuurlijk. U woont al een aantal jaren naast elkaar. Klopt. Ja, al boven elkaar moet ik zeggen. Boven elkaar. Boven elkaar. Ja. En aanvankelijk ging het goed. Ja, klopt. U woonde daar al? Ik woon 30 jaar daar, ja. En toen kwam Mohammed, die kwam
daarboven wonen, maar toen was u nog alleen. Ja, ik was alleen. Uw gezin zat nog in... Turkije. Mijn kinderen kwamen naar Nederland. Gezinshereniging noemen ze dat, hè? Ja. Ja. En aanvankelijk was u daar ook wel blij mee. Ja, tuurlijk. Want ik heb zelfs gehoord, u ging daar wel eten. Dat klopt ook. Lekker eten? Heel eerlijk, ja. Ja? Ja. Maar goed, dan gaat het dus niet goed. En dan komen er klachten over geluidsoveroverlast, toch? Eigenlijk, de problemen hier zo begint. Na 3 weken heb ik een brief van Veilig Thuis gekregen. Veilig Thuis is als men denkt dat het niet goed gaat met de kinderen, dat je de kinderen mishandelt, dan komt het daar terecht. Klopt. Zij geeft door dat ik en mijn vrouw, wij gaan kinderen mishandelen. Wij slaan onze kinderen. Wij hebben ruzie samen altijd. Nou ja, heeft u hun aangegeven, zou ik nee, maar zeggen? Nee. Zij praat veel, alles staat op de brief. Ja, dat mag wel. Nou ja, dat op haar naam. Laat mij dat zien dan, wat ik gedaan heb. Mm-hmm. Maar dat is niet het geval. Maar uw naam wordt er wel ja, mijn naam in. Uw naam wordt erin genoemd. Nou, dat Veilig Thuis heeft het weer overgedragen aan een andere stichting, Impuls. Ja, ja. En dan was de vraag, is er sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling? Nee, is geen sprake van huiselijk geweld, kindermishandeling. Klopt. Ja. Maar u bent er erg van geschrokken. Dat ja, zeker. U dacht, wat gaan ze doen met mijn kinderen? En u bent er heel erg boos over geworden. Ja. Ja. Maar goed, de geluidsoverlast. En ja, u zegt dat zij herrie maken. Herrie maken, dan gaan ze zo zetten in de kamer. Huppakee. Maar wie... Alle drie de kinderen, vrouw en hij. Gelukkig hebben we onze vaste deskundige, ingenieur Erik Roelofsen. Ja. Ja, u bent aan het meten geweest. Ja, zowel vandaag als in de afgelopen dagen ook. Vertel. Ja, nou ja, er zijn wel wat geluiden te horen, 's avonds en 's nachts. En wat horen we dan? Want ja, er wordt dit dossier ook al snel naar de kinderen gewezen. Maar... Dat zijn kinderen. Zijn eigen kinderen. Ja, kijk, dat kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Maar kijk, ik heb ook wel waarnemingen gedaan, maar die zijn wat eerder op de avond. Mm-hmm. Dat ik wel, zeg maar, heel vaak mensen heen en weer hoor lopen. En dat gaat heel rap, zeg maar. Dat zijn de kindertjes. Dus dan hoor je snelle dreunen achter elkaar. Ja, zijn de kindertjes. Nee, maar ik probeer het te begrijpen. Snelle dreunen achter elkaar, dan denk ik aan kinderen. Ja. Maar houdt dat ongeveer op? De meeste avonden is dat wel voor 10 uur opgehouden. Ja. Maar ja, hoe laat gaan de kinderen naar bed? 9 uur. Hm? 9 uur. Hij moet toch wel lachen. Waarom liegt hij nou? Echt niet. Ik weet niet of dat... Ja, de kinderen gaan naar bed. Dus de oudste zoon komt naar onder. Tut. Ik hoor dat. Ik zet je naast de trap. Mm-hmm. Ik hoor ze eronder gaan. Hey, ik ga om 1:30 ga ik naar de wc plassen. En zal ik je wat zeggen, dan hoor ik ze nog. Maar dan is dat slaapt dat kind toch om 1:30. Dan moet je niet liegen. Zeg toch gewoon, het is zo. Ik heb werk. Ik draai 1 week middag. Mm-hmm. Als ik middag heb, kom ik thuis tussen 12:30 en 1. Mm-hmm. Moet ik namiddagdienst eten, douchen. Na 10 uur shower moet ik 1 uurtje ook op de tv kijken. Na 1 s'nachts? Ja, na 1 s'nachts. Zijn de kinderen nog wel? Als ik middagdienst heb. En kan het misschien zijn dat de buren dat horen, dat u daar rondloopt? Ja. En... Nee. Ik hoor de kindertjes op die kleine voetjes. Die kleinste van 4. Kinderen lopen met sokken. Dat is mijn huisregels. Ja. Nou, is dat wel even een punt? Ja, ja. Want de vraag is even natuurlijk of dat zo'n goed idee is. Maar ik heb dat verhaal eerder gehoord, maar ik wil onze deskundige de kans niet ontnemen om het nog eens een keer uit te leggen. Wat is er verkeerd met op je sokken lopen of op blote voeten? Je hebt geen demping onder je voeten. En doordat je, zeg maar, eigenlijk op sneakers of pantoffels met rubberen zolen of een zachte demping onder je voeten hebt, maak je minder geluid naar beneden toe. Scheelt dat echt veel? Ja, dat scheelt enorm veel. Oké, maar volgens mij blijf je herrie houden, want in die woningen, ja, ik kijk het maar eventjes. Ja, de woningen zijn erg gehoorig, ze zijn ook redelijk oud, dus je moet wat meer rekening met elkaar houden. Mark, waarom? Voor 2019 was niks. Dat is wel een goede vraag. Dat klopt. 4 jaar lang woonde ook een gezin met 3 kinderen boven u, hè? Maar als een kind van 9 of 10 kankerhoor tegen mij zegt, je zou hem de nek omdraaien, dat zeg ik je nou wel. Als je wacht die kind... Als je wacht die kind, je kent wat je niet ziet. Nee, ik wil niet dat u wijst naar elkaar. Nee. Als je wacht die kind buiten je deur, elke dag, en zegt jij weet jij helemaal niet wat je hem, doet, je werkt en je slaapt. Je bent dat, je bent buitenlander, je moet van hier weg. Zeker, hij gaat die woorden van jou leren.
Van mij. Maar heeft u nou nooit wat gezegd? Nee, ik heb alleen gezegd, hou je mond dicht. Heeft u niet geroepen? Weet je wat hij zegt tegen mij? Vieze, gekke, ouga verhuizen. En hij doet zo. Huppakee, dat heb ik ook zo gedaan. Heeft u niet tegen hun staan roepen van je moet naar terug naar je eigen land? Dat heb ik gedaan, voor een paar jaar geleden. En dat is een keer voorgekomen. Nee, ik hoor elke dag. En nee, ik kreeg niet. Elke dag. Als ik moet naar werk, middag. Zij kwam buiten. Zij zei, idioot, ga je terug naar je eigen land. Waarom lieg jij nou zo? Nou, dan is er nog de kwestie van of de tomatensoep of de tomatensaus. Dat klopt. Wat is er gebeurd? Ik zal het je vertellen. Hij zag met zo'n klein glaasje. Wie was dat? De vrouw van hem. Het hele soep kwam beneden van wat ze normaal eten over het gasfornuis en de keuken zo geschud. Ban. Waar ben je van? Wat is er gebeurd? Mijn zoon kwam thuis. Hij heeft thuis gegeten. Hij wil naar buiten. Zij kwam buiten met emmer water van wc. En zij heeft op mijn zoon opgegooid. Toen mijn vrouw gehoord dat, zij kwam binnen, was die saus, ik krijg nog geen beker van saus. Ik zal je dan bij haar. Mijn moeder heeft wat. Zij staat op de deur zo lachen. Mijn moeder heeft zij staat zo op de deur lachen. Want mijn vrouw heeft zo tegen mijn haar moeder heeft artrose. Ze heeft haar handen zo staan. Ik kan niet meer geen emmer optrekken. En zij heeft de politie gebeld. Er kwam de politie. Dan heel veel dingen geboren. Ik heb nog een bewijsstuk. Wat is dat dan? Deze heb ik gekregen van Mohamed. Want je zou mee geslagen die zijn. Die is van mij. Gegooid zijn. Ja, daar heeft zij daarmee gedaan. Dank u wel. Heb ik daarmee geslagen? Van wie is deze? Van mij geweest. En waarom heeft hij die? Weet ik niet hoe die ja, dan. Zij heeft kinderen en mijn vrouw op die geslagen. Ze willen naar huis en die Die leper die komt. Veel. Je weet niet wat je doet, wat hier staat. Jij lult alleen wat je nek. Ik als de landbouw ben, dat moet ik weg van hier. Goed, ik weet voldoende aan deze trieste zaak. Ik ga erover nadenken. Ik zie u straks terug. En dan zal ik u zeggen wat ik ervan vind. Ja, ik zie u strakjes. Dank je wel. Sorry voor de overlast. Ja, sorry. Hoe lang duurt dat nou? Ik word er helemaal gefrustreerd van. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Nee, dat is niet voor uit te houden. Wij maken geen lawaai. En boervrouw moet stoppen met zuren. Dames en heren, na een lange emotionele dag, waarop we maar weer eens gezien hebben dat een vriendschap tussen twee buren zomaar om kan slaan in een enorm vijandschap, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, hoe gaat meester Visser er nou voor zorgen dat deze twee buren, ondanks alle heftige dingen die er gebeurd zijn, toch met elkaar de toekomst in kunnen? Ik wil u vragen om allemaal te gaan staan, want onze juridische, nou ja, duizendpoot zou ik willen zeggen, is er klaar voor. Hier is meester Frank Visser. Ga die maar zitten. Ja? Dank je wel. Uitspraak in de zaak van Sabrina tegen Mohamed en zijn familie. Ja, op grond van de bevindingen van zowel de deskundigen als van mijzelf is voldoende gebleken van geluidsoverlast. Maar deze overlast is grotendeels terug te voeren tot de belabberde bouwkundige staat van de betreffende woningen. Daar kan de familie van Mohamed op zichzelf weinig aan doen. Niet gebleken is in elk geval van extreem woongedrag. En dat blijkt ook wel uit het gegeven dat Sabrina daar jarenlang geen problemen mee had. Echter, wat wel van Mohamed en zijn familie mag worden verwacht, is dat ze in elk geval 's avonds na 10 uur stil zijn. En dat geldt dus ook voor Mohamed zelf als hij na een late dienst nog lang opblijft. Kan gebeuren, maar als je dan gaat rommelen en rondlopen en je weet dat de buren daar last van hebben, is dat niet goed. Bovendien mag van Mohamed en zijn familie worden verwacht dat ze voortaan binnenshuis schoeisel met rubberen zolen gaan dragen, zoals bijvoorbeeld ouderwetse pantoffels. Daartoe zal ik ze ook verplichten. Beide partijen wordt verder met onmiddellijk ingang verboden om nog contact met elkaar te hebben of met elkaars kinderen. Waaronder meer in het bijzonder, ik zeg het even voor de duidelijkheid, begrepen, bonken, roepen, schelden, wijzen, discriminerende taal uitslaan of het anderszins agressief benaderen van de ander.
En wie zich niet aan het voorgaande houdt, verbeurt aan de tegenpartij een boete van 100 euro per overtreding met een maximum van 10.000 euro. Ja. Dit is mijn beslissing en de zaak is afgedaan. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.